plek. Het gaat een grimmige plek worden. Ik ken geen hoerenbuurt in Europa die niet grimmig is. Wat de gedachte erachter is, en er zijn voorbeelden, daar begon ik ook mee, maar een van de maatregelen daarin is ook dat de constitutie daar niet verwerkt. Wij zijn tegen een mega bordeel. Want jij zit hier al vanavond. Omdat wij in een woonbuurt wonen. En we willen geen overlast. We hebben scholen in de buurt. En heel veel jonge kinderen en dergelijke. En we willen ook geen toeristen zoals op de Dallen rondlopen. If there are companies that think. Nee, dat is bij dit onderwerp echt heel erg moeilijk om iedereen tevreden te stellen. Er zullen altijd protesten zijn, er zal altijd verzet zijn bij elke oplossing die we kiezen. Eigenlijk niet zo heel veel van dat we dat hebben gezegd. En wat ik persoonlijk heel kwalijk vind, is dat de burgemeester zegt dat wij alleen maar een toeristische attractie zijn en dat de mensen ons komen uitlachen en ons vernederen daar op de Wallen. En dat is gewoon niet zo. En ik denk dat het belangrijker is hoe wij ons voelen dan hoe iemand anders vindt dat wij ons moeten voelen. Ik ben zelf ook uitgebuit en opgelicht, omdat de Wallen is een klein gedeelte, maar je hebt ook transgenders, homo's, die ook sekswerk wilden doen, is geen ruimte voor. En dit centrum biedt juist ook daar mogelijkheid toe dat er een beter publiek...